Goedenavond. Een grote inval vanmorgen bij de Assouna-moskee in Tilburg. Ook op 11 andere plekken in het land zijn invallen gedaan. De moskeeën worden verdacht van het witwassen van geld. Het onderzoek wordt gedaan door het Openbaar Ministerie. Bij de Tilburgse moskee werden vanmorgen onder meer computers en dozen met spullen meegenomen. Een vader en zijn twee zoons zijn verdachten in het onderzoek. De vader, een imam, zou verbonden zijn met de moskee en hij zou samen met zijn zoons bestuursfuncties hebben in meer dan 10 stichtingen. Die stichtingen zamelen onder meer geld in voor vluchtelingen en onderwijs. 3 van die stichtingen worden nu verdacht van het witwassen van geld. Ze zouden geld binnenkrijgen via grote contante stortingen in eigen land, maar ook via overboekingen vanuit het buitenland. In Tilburg is Carlijn Houterman. Ja, Carlijn, hoe kwam deze zaak nou aan het rollen? Dit alles kwam aan het licht door die verdachte transacties. Die transacties die werden opgemerkt, die zijn toen gemeld aan het OM. En het OM is toen een strafrechtelijk onderzoek begonnen met de politie en de Belastingdienst. En dat leidde weer door die inval hier vanmiddag bij de moskee in Tilburg-Noord. We zien bijvoorbeeld geld vanuit het Midden-Oosten naar Nederland komen. Daarvan wordt een deel contant opgenomen. Dan weet je dus niet wat ermee gebeurt. Hoeveel geld gaat het dan? Het gaat om enkele tonnen. We zien een deel naar andere stichtingen overgemaakt worden. Maar we zien ook geld via money transfers naar landen in het Midden-Oosten gaan. En waar bent u bang dat dat geld naartoe gaat? We gaan onderzoeken wat er met het geld, met die geldstromen aan de hand is. Daar richt het onderzoek op. Ja, Carlijn, het waren dus verdachte transacties. Waar moeten we dan aan denken? Ja, een verdachte stichting bijvoorbeeld heeft een overboeking gehad van tonnen euro's van een liefdadigheidsorganisatie uit het Midden-Oosten. Die organisatie die staat in Amerika al op een sanctielijst. Nou, met dat geld dat ze hebben gehad, dat hebben ze deels contant opgenomen, deels verstuurd weer naar andere stichtingen en deels verstuurd naar landen als Jordanië, Libanon en Syrië. Ja, groot onderzoek, dat zei je al. Hoe lang gaat dat nog duren? Ja, vandaag zijn er dus invallen geweest in 12 panden, waaronder dus deze moskee in Tilburg-Noord. Het gaat dus heel lang duren, want dat is een groot onderzoek, een groot witwasonderzoek. Dus het OM weet nog niet wanneer ze eruit zijn. Dankjewel, Carlijn Houterman vanuit Tilburg.